Goedenavond. Volgens mij ben ik er. Ik ben nog even mezelf aan het opzoeken. Dat wil nog niet helemaal lukken. Ah. Volgens mij heb ik mezelf gevonden. Goedenavond allemaal. Zo. Nou, volgens mij staat alles goed. Beetje rommeltje in beeld. Goedenavond. Weer een nieuwe live. Zo. Nou, welkom allemaal. Nou, jullie weten mij al goed te vinden. Nou, ik ga niet met de Jelly Plate echt werken voor de ATC-kaartjes, Marion. Maar ik heb gisteren in de live van Rianne, had ik beloofd dat ik zou laten zien hoe je met een Jelly Plate een stempel kan spiegelen. Er waren heel veel mensen toch wel nieuwsgierig naar, dus dat ga ik even laten zien. En verder ga ik, voor degenen die de live gisteren gezien hebben van Rianne, ik heb Rianne natuurlijk de opdracht gegeven om voor mij iets te verzinnen wat ik vanavond moet gebruiken voor de ATC-kaartjes. Nou, wij proberen elkaar af en toe wat uit te dagen en vandaar dat ik tegen haar had gezegd van nou, Rianne, zeg jij eens waar ik mee aan de slag moet. Nou, dat komt dadelijk allemaal. Want ik heb natuurlijk eerst nog het een en ander te vertellen. Of het een en ander, dat valt natuurlijk ook wel mee. Maar daar ga ik zo even mee beginnen. En dan gaan we daarna gewoon lekker aan de knutsel. En natuurlijk het spiegelen van de jelly. Tenminste, hoe je een stempel kan spiegelen met de jelly plate. Goedenavond voor degenen die binnenkomen. Gezellig. Ja, dat is echt heel leuk om samen te doen. Ik had ze net nog even aan de telefoon. En als het goed is, stroomt ze dadelijk ook binnen. Maar goed, ze had eerst nog een afspraak. Dat moet ook gewoon gebeuren. Dus dan komt ze gezellig mee kletsen in de chat. Nou, ik ga gewoon verlievelee een verhaaltje houden. En dan gaan we daarna lekker aan de slag. Janine zou geloof ik ook meekijken vanuit bed als ze energie genoeg had. Dus ik ben benieuwd of Janine er ook is. Maar goed, eerst even de swap. De ATC-swap. Rianne heeft dinsdag uit mijn hoofd. Nee, gisteren. Woensdag was het gisteren. Ik ben af en toe de dagen kwijt. Heeft Rianne op de groep van de Janine, Janine's Mindful Art, natuurlijk een aantal flyers gedeeld over een ATC-swap die wij willen gaan houden op de groep. De bedoeling daarin is dus dat we een setje ATC-kaartjes gaan maken en die onderling met elkaar gaan delen. Je kunt je daarvoor opgeven. De bedoeling is dat je dat doet onder het bericht wat Rianne op de groep heeft geplaatst. Dat kun je vinden bij Uitgelicht. En daarin kun je aangeven, ik doe mee. Dan zien wij wie er allemaal meedoen. Je kunt je eigen opgeven tot 14 februari. En 15 februari zal Rianne dan een bestand op de groep plaatsen met wie welk maatje heeft. De bedoeling is dat je een setje van 3 ATC-kaartjes maakt, waarvan je er eentje zelf houdt en 2 stuur je op. Ik ben al... Nou, Anne, daar heb ik af en toe ook last van, hoor. Oh, Stephanie, wat ben je fanatiek. 8 gemaakt al. Nou goed, een hele hoop van jullie zullen natuurlijk ook gisteren al een hoop mee hebben gekregen van Rianne over de ATC-swap. Wat wij nog wel even willen benoemen... Ben je van België en mocht je graag mee willen doen? Uiteraard geen probleem. Maar zet even in je aanmelding erbij dat je van België bent. Dan proberen wij op de achtergrond... Oh, ik zie boze poppetjes.
Dan proberen wij op de achtergrond daar rekening mee te houden. Dat wij zoveel mogelijk mensen uit België aan elkaar koppelen. Ik zie twee boze poppetjes. Zijn er mensen boos? Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, dat project. Ja, goed. Verzenden naar België is natuurlijk duurder. Zowel Rianne als ik hebben daar geen problemen mee. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd mensen die om financiële redenen liever niet, niet naar België willen sturen. Maar dat ook liever niet op de groep willen zetten. Dus wij proberen daar rekening mee te houden. Maar dan is het wel fijn voor degenen die van België zijn als je dat eventjes bij je aanmelding wilt vermelden, dat je dus uit België komt. Nee, niet. Oh. Gelukkig, Jacqueline. Ik schrok al. Ik denk, heb ik iets verkeerds gezegd? Dames, er is niemand boos. Oh, viel ik weg? Nou, ik hoop toch dat Facebook vanavond heel goed gezet is. Alhoewel ik nou ook zie dat ik gekke meldingen op mijn telefoon krijg. Dus ik... Ik ga even kijken. Sorry als ik ga wiebelen, maar ik moet even aan mijn camera zitten. Maar ik zie goed. Ik wiebel niet meer, anders worden jullie zeeziek. Nee, ik kreeg melding op mijn telefoon. Ik heb hem ondertussen in de lader zitten. En ik ben altijd bang dat hij met live zo snel leeg gaat. En dan doe ik hem in de lader. En nou, die kabel zien jullie ook. Dan blijkbaar had ik de lader er niet goed in gedaan. Want hij gaf aan dat ik nog maar 20% batterij had, gek genoeg. Maar goed, dat terzijde. Even checken, want ik had even een speakbriefje gemaakt. Het is wel de bedoeling dat je op de ATC-kaartjes iets van JMA gebruikt natuurlijk. We zijn natuurlijk de Janine's Mindful Art Groep. Dus we willen wel graag iets van JMA daarop terugzien. Hé, hey, Janita! Maar uiteraard is het prima om dat ook met andere materialen te combineren. Het is niet zo dat alles JMA moet zijn. Absoluut niet. De bedoeling is dus 14 februari uiterlijk kun je je daarvoor opgeven onder het desbetreffende bericht. Dus niet hier in de chat, maar echt onder het bericht op de groep, want anders is het niet bij te houden. 15 februari worden dan de maatjes verdeeld. Rianne zal dat op de groep zetten te zijn de tijd. En dan is het de bedoeling dat je uiterlijk 2 maart... gaat verzenden. En wat ik er wel bij wil vermelden, en dat is niet om flauw of vervelend te zijn, maar het is wel fijn als je je eigen opgeeft, dat je dan ook wel echt daadwerkelijk je kaartjes maakt en opstuurt. Het zou natuurlijk niet leuk zijn als jij heel erg je best hebt gedaan om voor iemand leuke kaartjes te maken en je ontvangt zelf niks terug. Ja, dat ik denk dat niemand daar wil. Dus, maar goed, ja, we moeten het er even bij vermelden. We doen dit om teleurstellingen te voorkomen. En verder hoop ik natuurlijk dat we gewoon heel veel aanmeldingen krijgen. En dat er gewoon echt ontzettend het licht flikkert een beetje. Ik ga kijken of ik dat op... Want ik heb een extra lamp aan. Ik ga hem uitzetten. Misschien is het dan beter. Mogen jullie zo eventjes zeggen... Het is wel zo, op het moment dat je op een laptop kijkt, doet hij dat sowieso. Daar kan ik niks aan doen. Dat ligt echt aan Facebook. Is het al op beter zo ongeduldig, Stephanie? Wel heel leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Ja, ik denk dat het dan toch een dingetje van Facebook is. Want hier is echt alles... Ik ben met mijn handen van mijn bureau af. Het echt helemaal stil. Dus ik vrees dat Facebook weer... We gaan even kijken, Sylvia. Als het echt gewoon een heel geslaagd evenement is, sluit ik zeker niet uit dat het vaker... ik zal niet zeggen dat daar echt standaard iedere maand is, maar
Ja, dit is natuurlijk de eerste swap, dus het is gewoon even kijken hoe daarop gereageerd wordt en alles. Ik heb zelfs al ATC-mallen besteld. Oh, leuk! Nou, dat is natuurlijk ook, hè. We hebben in de Peace Collectie hebben we natuurlijk een ATC-kaartje zitten. Een standset met de tickets. En daar zit een ATC-formaatkaartje in. Die kun je gebruiken. Heb jij van de laatste Essentials collectie de Rectangle Frames? Dat is deze. Het kleinste kaartje met de bloemetjesrand is ook een ATC-formaatje. Oh, je hebt zelfs de Valentijnskaart al verstuurd. En dus die kan je prima gebruiken. Heb je nou geen ATC-stansen en je zou toch graag mee willen doen? Ook geen probleem. Want een kaartje, een ATC-kaartje, is 6,4 bij 8,9 centimeter. Dus je kan ook prima met je eigen papier snijden en je eigen papier. Gewoon lekker je kaartje op maat snijden. En dan ben je er ook. Dus je bent echt niet verplicht om stansen te gebruiken. Er moet alleen wel iets terug op te zien zijn van JMA. Volgens mij heb ik dan alles benoemd wat belangrijk is. Oh ja, de bedoeling is natuurlijk wel op het moment dat je je kaartjes hebt gekregen, willen wij ze natuurlijk ook graag zien. Want ik denk dat iedereen... nou gaat iemand chatten naar mij. Even melden dat ik live ben. Ik kan op een of andere manier die meldingen niet wegkrijgen. Of niet uitzetten of zo. Wat was ik nou aan het vertellen? Nou ben ik maar een verhaal kwijt. Nou, dat is ook wat. Oh ja, ik was aan het vertellen over... als je je kaartjes hebt gehad... Wij hebben een album aangemaakt, of er zal een album aangemaakt worden in de groep. Die zal heten JMA ATC Swap 1. Ja, Dimensie Light, ja, daar heb ik af en toe ook last van. En daar mag je dan de kaartjes in plaatsen. Lukt er iets niet? Heb je vragen? Noem het allemaal maar op. Stuur gerust naar Rianne of naar mij een pb, dan helpen wij graag verder. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Hey Joyce! Nee, oké, sorry Jackie. Oh, is het bij jou medium al, Marion? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik voel me af en toe 80. Ik ben het nog niet, maar ik denk wel eens bij mezelf. Nou, kom op, joh. Goed. Het volgende. Hebben jullie Janine gezien in de groep? Op de chat. Een aantal van jullie zullen weten waarom dat ik dat vraag. Ik ga het nog een keer benoemen. Dit moet echt binnen deze groep blijven. Dus niet naar Hobby Vision. Was een troost dat ik niet... Oh, wat gaan jullie snel. Even kijken. Ik heb de nieuwe kleur. Gaaf zeg. Patricia, jij bedoelt de Lost Shadow? Die is gaaf, hè? Die heb ik ook. Janine niet gezien. Janine. Nou, dan ga ik het gauw vertellen voordat ze nog binnenkomt vallen. Janine gaat natuurlijk verhuizen. Daar is ze ontzettend druk mee. En Rianne en ik zouden graag... willen zorgen dat Janine, als ze verhuisd is, een hele stapel kaarten krijgt. En we willen ook proberen om dat geheim te houden voor Janine. Dat valt echt niet mee. Want ze ziet en hoort alles natuurlijk. Daarom, Janine kijkt op het moment niet zoveel lives, omdat ze echt heel druk is. Ze kijkt ook geen lives terug. Vandaar dat wij het alleen op de JMA-groep benoemen. En niet bij Hobby Vision, maar echt alleen bij JMA. Zouden jullie voor Janine een kaartje willen maken?
naar aanleiding. Het hoeft echt geen verhuiskaart te zijn, maar gewoon een leuk kaartje. Voor haar, echt speciaal voor haar. En Rianne en ik gaan die samen brengen naar Janine als ze verhuisd is. Je kunt je eigen, je kunt dat doen tot 15 februari. En dan mag je mij even een pb'tje sturen. Voor mijn adres. Dan mogen jullie hem naar mij sturen. En wij zorgen dan dat hij bij Janine gaat komen. Ik zou het dan wel fijn vinden als je eventjes op de envelop vermeldt voor Janine. Dus stuur mij straks na de live even een pb'tje. Een messengerbericht of wat dan ook. Dan krijgen jullie mijn adres. En dan mogen jullie daar een kaartje naartoe sturen. Uiterlijk 15 februari. Ah, superleuk. Ja, doe straks even een... klopt, er is nog weinig beweging. Ik ga zo aan de slag. Ik ben nog eventjes, eventjes aan het vertellen. En dan gaan we echt gauw lekker knutselen. Want het is niet de bedoeling dat ik een uur alleen maar... Doe je ook mee, Joyce? Stuur even een pb straks. En dat ik alleen maar een uur vol zit te kletsen, daar kan ik ook makkelijk, daar niet van. Maar we gaan natuurlijk ook wel wat doen, hè. Ik ga eerst even laten zien hoe je dus... is verzonden. Ah, helemaal super. Hey Rianne! Nou, ik ga als eerste beginnen met het spiegelen van een stempel. Dat is, gisteren heb ik dat natuurlijk gezegd, hoe je dat kan doen. Het is wel even geleden dat ik dat gedaan heb. Nou, ik weet zeker, Sylvia, als jij aan Rianne vraagt, oh nee, aan Janine vraagt of ze een foto maakt, als ze hem openmaakt, dat ze dat doet. Ze ligt in bed hoor, en slaapt ze ook? Of ligt ze te spelen? Ze had vanmiddag wel echt een echte ondeugd, straalde er echt vanaf voor Rianne. Even kijken. Nou, ik heb niet zo'n grote jelly plate. Nee, de dochter van Rianne. Nou, ik plaats hem op een acrylblok. Als het goed is, blijft hij zitten. Dus je pakt een acrylblok waar jouw jellyplate op komt. Was die nieuwe kleur? Wat mis ik, Patricia? Oh, die nieuwe kleur Distress. Ja, die is echt super gaaf. Ik ben er helemaal blij mee. En een stempel. Nou, ik heb, ik moet van, nee, daar komt ze niet achter. Ik moest van Rianne onder andere dingen gebruiken uit de nieuwe Wekening collectie. Dus ik heb een nieuwe Wekening stempel erbij gepakt. Oh, dit mag ik niet laten zien. Er staat reclame op van een bedrijf. Wacht even. Anders zien jullie het wellicht niet zo goed. Ik heb deze stempel erbij gepakt. En als je dus kijkt naar dit blad, die wijst een beetje naar rechts. Nou, wij gaan zorgen dat die dadelijk naar links wijst. En dan zal ik ook even een papiertje erbij pakken om op te stempelen natuurlijk. Dat is wel handig. Dat had ik nog niet gedaan. Ik leg er even een wit vel onder. Dan is het ook beter te zien. Nou, ik zal hem eerst gewoon stempelen. Nee, Rianne. Ik had al uitgelegd dat ik jou gisteren de opdracht had gegeven om voor mij het een en ander te verzinnen. Waar ik mee aan de slag moest gaan. Kan dat alleen met de jelly plate? Als je het spiegelen van een stempel bedoelt, voor zover ik weet wel. Maar misschien dat er nog dames zijn die andere manieren weten. Dat durf ik niet te zeggen. Nou, ik doe inkt op mijn stempel.
En als ik hem dan afdruk. Nou, ik laat hem altijd eventjes op het papier zitten. Dat de inkt zeg maar erin kan trekken. En dan heb ik een stempel. Maar ik wil eigenlijk dat hij ook net iets de andere kant op wijst. Ik had hem beter schuiner kunnen zetten. Dan had het voor jullie duidelijker te zien geweest. Wat ik dan doe. Ik doe weer inkt op mijn stempel. Nou, ik ga er nu. Dus ik hoop dat hij niet uitveegt. Want dit moet natuurlijk eigenlijk even drogen. En nu ga ik hem stempelen op mijn jelly plate. Ik dacht dat er. Met een braaier. Nou goed, ik ken alleen deze techniek, vandaar dat ik deze laat zien. Moet je hem wel goed beinkten, Sabine. Ik ga dus nu stempelen op mijn jelly plate, maar druk niet te hard. Ja, je mag hem natuurlijk wel even een beetje aanwrijven, maar ga niet als een gek zitten drukken. Sowieso is dat niet goed voor je clear stamps, maar... Nou, hij heeft niet helemaal goed gepakt, geloof ik. Ik heb het niet helemaal goed gedaan. Maar het gaat om het idee dat jullie kunnen zien. Nou. Dan draai je je blok dus om. En dan leg je hem op je papier. Hij wordt iets minder zwart. Hij heeft hem nu ook niet helemaal goed gepakt. Maar goed, het gaat ook om het idee nu. Dit is ook niet de handigste stempel. Welke maat is dit? Zal vast op de verpakking staan, of niet? Deze maat is het. Dit is de enige jelly die ik heb trouwens. Nou, ik maak hem dadelijk wel even schoon. Ja, je ziet altijd iets verschil. Maar je kan gewoon niet keihard gaan drukken op je stempel, op je jelly plate. Dat lukt gewoon. Dat is gewoon niet goed. Maar op deze manier kun je wel. En wil je nou, want deze is natuurlijk iets lichter. Zeg je nou, ik vind dat niet mooi. Dat kan, hè. Dan doe je hem eerst even afstempelen op een ander papiertje. En dan op je gewone papier. Dan is die iets minder hard. Dan heb ik zo'n leuk stempeldoekje. Maar ik weet eigenlijk niet of dat die... Ja, dat kan nog wel. Oh, echt. En ik schaamde me vanavond echt helemaal dood. Ik ben vanmiddag heel druk bezig geweest... Voor een live die ik onder andere zaterdag moet doen ook. Maar ook voor mezelf. Om bloemen te maken. En met inkt aan het kliederen. En de hele zooi. En nou, ik had mijn partij roze paarse handen. En ik kreeg die inkt er gewoon niet meer af. Hè? Wat ik ook probeerde. Dus ik denk, oh, en dan moet ik live vanavond. En die handen, dat kan echt niet. En ik, nou ja, het is zo. Ik kan er niks aan veranderen. Dan maar gewoon doen. Totdat ik op het snuggere idee kwam. Dat ik dus ook gewoon zo'n scrubby heb om mijn handen schoon te poetsen. Ik heb een grote doos die wacht op. En daar zit een jelly in. Ah, super. Kan dit... volgens mij kan dit met alle inkten waarmee je kan stempelen. Niet iedere inkt is natuurlijk even goed te gebruiken om echt goed te stempelen. Ja, ik zou niet weten waarom niet met Stazon. Het is natuurlijk... een inkt op alcoholbasis. Maar er zijn ook mensen die gewoon met alcohol inkt op de jellyplate gaan. Ik denk alleen dat het belangrijk is dat je hem daarna goed schoonmaakt. Maar daar mag je me niet op vastprikken. Want daar weet ik echt niet helemaal zeker. Heel eerlijk gezegd. En ik heb me wel eens laten vertellen. Ik ben het nu vergeten te pakken. Het werkt wel.
dat het ook heel goed kan als je dus bijvoorbeeld die Versafijn. Ik ben mijn doekjes nou weer kwijt. Ik ben echt alweer goed. Ik heb vanmiddag mijn hele hobbykamer opgeruimd. En nou ben ik de helft alweer kwijt. Als je een doekje met babyolie. Schijnt ook heel goed te werken. Nou, ik doe nu gewoon met mijn stempeldoekje. Ga ik over mijn jellyplate heen. En dan is die er ook weer af. Hoppakee. Dus dat eventjes. Nee, dat moet ik ook eigenlijk niet doen. Maar daardoor kom ik wel. Oh, dat vind ik wel leuk om te laten zien. Ik was aan het opruimen en dingen aan het pakken voor vanavond. En Rianne had een tijdje terug wat stansen van mij geleend. En heel lief. Die stuurde ze terug met een heel lief kaartje. En ik heb haar dus net een foto gestuurd. En om te kijken of dat ze het kaartje herkende. Toevallig. Heel toevallig is dat dus met de nieuwe weekning. Deze heb ik van Rianne gekregen. Ja, die ga ik zeker laten zien. Die mag er toch wezen, hè? Muts. Daarvoor moet je ook niet opruimen. Ik garandeer dat je niks meer terugvindt. Nee. Ik ben altijd van alles kwijt. Deze, nou, hij is ietsje groter als een ATC-kaartje. Want ik had hem even opgemeten. Deze is dan... Hoog, ik zit mijn telefoonkabel te verbranden aan mijn lijmpjes al. Dat is niet de bedoeling. Deze is dan 7,3 bij, wat was deze, 9,5. Maar goed, dit is natuurlijk, ja, hij lijkt gewoon, hij is ietsje groter, maar dit is natuurlijk wel al een keileuk idee voor een ATC kaartje. Dus die wilde ik toch even laten zien. Over die ATC's. Ik ben één dingetje denk ik vergeten nog te vermelden. Ze hoeven natuurlijk niet alle drie hetzelfde te zijn. Als je maar kan zien dat het een setje is. Ja, maar hij is bijna net zo groot als een ATC kaartje. Dus daarom vond ik dat ik hem toch mocht laten zien. Toch? Rianne heeft mij dus een aantal opdrachten gegeven. Waar ik natuurlijk zelf om gevraagd heb. Dus nee, Rianne, je bent echt niet bazig. En zij heeft mij dus gezegd, nieuwe weekening. Kleuren geel, groen en blauw. En minimaal één stempel gebruiken. Daar moet mijn ATC-setje aan voldoen. Dus... Nou moest ik wel even goed zoeken, want de nieuwe weekening is een collectie die ik heel veel gebruikt heb. Dus ik had er niet zo heel veel meer van. Maar goed, ik hou wel van een uitdaging. Dus daar gaan we gewoon lekker mee aan de slag. En ik ben er alleen nog niet helemaal over uit of dat ik zelf kaartjes ga snijden of dat ik een stansje ga gebruiken. Wat vinden jullie? Zal ik een stansje gebruiken of zal ik zelf de kaartjes snijden? Stansje. Welke? De inner piece of uit die rectangle frames? Zelf, mag je zelf weten. Zelf snijden.